Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Hoek van Holland. Goedendag en welkom bij FC Rijnmond. We gaan napraten over het afgelopen voetbalweekend. Feyenoord boekte een klinkende overwinning. 5-1 werden tegen FC Twente. Sparta speelde gelijk en Excelsior en Dordrecht speelden ook. Daar gaan we het ook over hebben. Dat doen we met de heren aan tafel. Onze eigen Feyenoord-watcher Sinclair Bisschop. NOS-commentator Armand Arvasoglu. Afsaroglu. Bijna. Oh, ik heb zo lang geoefend op die naam, doe ik het alsnog verkeerd. En Jan Eversen. Ja, voetbaltrainer en natuurlijk voormalig speler van Feyenoord. Laatste keer dat je hier was, dat was ook na een overwinning van Feyenoord. 4-0 tegen Tbilisi. Ja. Toen zei jij, dit is een uitslag. Die gaat heel Europa door. Die gaat iedereen zien. Ben je nog steeds zo optimistisch over Feyenoord? Nou ja, dat was ook de laatste keer dat we van Feyenoord iets door Europa ging. Want daarna was het niet meer zo geweldig, eerlijk gezegd. Dus deze 5-1 zal niet door Europa gaan. Nee. Armand, maakt dit Feyenoord kans tegen FC Porto aankomende donderdag? Ik denk het niet. Ik denk dat Feyenoord in Europa gewoon tekort komt. En je merkt na gisteren wel dat iedereen weer heel vrolijk rondloopt overal. Maar de tegenstand van Twente was dan ook niet zo heel sterk. Hè? Tegen AZ zag je wat er gebeurde. En ik ben bang voor die wedstrijd tegen Porto. Sinclair, jij was bij die wedstrijd van Sparta. Speelde gelijk dus tegen Fortuna. Volgens Henk Trainer, Henk Vrezer, de slechtste wedstrijd van Sparta van het seizoen. Ben je het daarmee eens? Ja, maar dan wel te bedenken dat ze toch hadden moeten winnen op basis van de kansen. En dat ze wel de nul houden. Kan je nagaan als ze echt wel goed hadden gespeeld. Ja, dan gaan we straks nog over doorpraten. Maar eerst over Feyenoord. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar het is toch een mooie opsteker voor Feyenoord. Die 5-1 overwinning tegen FC Twente. Met zowaar een hoofdrol voor Sam Larsson. Ik werk altijd hetzelfde. En ik weet ook dat ik veel beter kan. En ik ga gewoon door. Maar zo'n wedstrijd als vandaag moet vaker gebeuren natuurlijk. Moet elke week gebeuren. Misschien niet de hat-trick, maar... hat-trick. Twee doelpunten. Maar wel die lef en die drive. De jongens die zaten er bovenop. De intentie was duidelijk. Naar voren proberen te winnen met goed voetbal. De juiste momenten druk. Sommige momenten ook niet als het niet kon. Heel compact blijven spelen. Af en toe de tegenstander de bal laten. En van daaruit in je omschakelmomenten ook proberen toe te slaan. Nou, dat proberen we in principe... elke wedstrijd wel. Alleen soms laat je je leiden. Maar nu was het heel duidelijk dat iedereen hetzelfde voor ogen had. En men goed met elkaar communiceren. Ja, Armand, je zei er al iets over. Maar lag dit nou aan de kwaliteit van Feyenoord, deze overwinning? Of ook een beetje aan de kwaliteit van ontbreken ervan bij Twente? Feyenoord was iets actiever dan de vorige drie wedstrijden. Maar ik ben wel geschrokken van Twente. En zeker van de verdediging daar zo. Er staan de centrum met Bijen en met die Schenk. Ja, dat is prima centrum voor de eerste divisie. Maar als je ziet hoe ze voorbij gelopen worden en ook allebei de backs. Kijk, Sam Larsson maakt nu 2 goals. Het is bij 3 eigenlijk, want die ene die moet hij eigenlijk ook wel op zijn naam hebben. Maar hij ging op de achterlijn voorbij een speler. Die stapte nog net niet opzij. Weet je wel, dat had beleefder geweest. Maar dit was toch ook wel een beetje toe te schrijven aan Feyenoord, Sinclair? Ja, Feyenoord speelde goed. Ik moet wel zeggen dat er een slok op een borrel scheelt of Karsdorp en Ver spelen, wat tegen AZ niet het geval was. En het feit dat ze ook wel wat compacter speelden. Volgens mij is daar echt afgesproken om echt wat compacter te spelen. Want tegen AZ werden natuurlijk zoveel ruimtes weggegeven. Met name het publiek scandeerde Feyenoord ook naar voren. En je proeft ook een beetje aan Jaap Stam dat hij er echt voor gezorgd heeft dat het elftal nu echt bij elkaar bleef. En het zat ook mee, hè? Want laten we eerlijk zijn, na 1-1 was het echt weer zo'n kantelmoment. Dom doelpunt weggegeven, maar gelukkig snel die 2-1. Want anders zal die wedstrijd tegen AZ en op een gegeven moment zal het publiek weer gaan morren als het lang 1-1 blijft. Dus het zat ook wel allemaal een beetje mee. Maar ze speelden goed. Heeft ook wat te maken met Ferre dat hij er weer mee deed, dat het elftal wat bij elkaar bleef. Want je zag inderdaad dat die ruimtes op het veld lachwekkend groot waren tegen AZ bijna. En nu deed hij weer mee. En hij houdt het elftal wel wat meer bij elkaar. Maar ik schrok dan zelf wel weer van iemand als Karsdorp die dan nu wel meedeed. En je ziet gewoon dat hij niet fit is. En ook Ver, die kan geen 3 wedstrijden in een week aan. En dat is een van de grootste problemen van Feyenoord. Ze hebben allemaal spelers aangetrokken die gewoon niet fit zijn. En dat kan echt nog wel een maand of 2 duren voor die weer op 100% zitten. Ja, die tijd heb je eigenlijk niet. En neemt Jaap Stam dan soms misschien te veel risico, Jan? Met spelers? Want ze blijven ook wel eens staan, hè? Dat ze inschrijven. Ja, Karsdorp gisteren, ja. Nou ja, risico. Kijk, hij wordt geconfronteerd met de aankoop van spelers... die of een jaar niet gevoetbald hebben... of een blessure hebben gehad, 4-5 maanden... of zelfs Karsdorp bijna 2 jaar niet gespeeld hebben. Mm-hmm. Of als een Jurgensen bijvoorbeeld. Daar kan hij niks aan doen dat hij weer een tikkie tegen een ribben krijgt. Ik heb bij Jurgensen wel eens het idee... als hij zijn voetbaltas optilt, is hij geblesseerd, weet je wel? Dat is constant is er wat met hem aan de hand. Ja.
dat is niet de schuld van Jaap Stam. Laten we het heel even per linie bekijken. Laten we beginnen dan met de verdediging. En natuurlijk ook de doelman heeft daar een rol in. Wat vinden jullie op dit moment van de centrale duo achterin? Dus dan heb ik het over Botteguin en Ije. Nou ja, niet heel overtuigend. En dan heb ik die wedstrijd tegen AZ nog heel erg in mijn achterhoofd. Want ze werden gisteren veel minder getest natuurlijk. Maar ja, Botteguin, die fout die hij tegen AZ maakte. Ja, dat is niet zijn eerste fout geweest dit seizoen. En ik vraag me af, waar is Senesi? Want zo moet je hem blijkbaar uitspreken. Die jongen is voor 7 miljoen gehaald. Dat bijna al het geld dat Feyenoord had is in hem geïnvesteerd. Heel ongelukkig debuut in Emmen. Maar ja, als je hem in een wedstrijd mee zou laten doen, dan zou je dat toch gewoon lekker thuis in de Kuip tegen Twente doen. Dus ik vraag me wat er met hem aan de hand is. Waarom speelt hij niet, Sinclair? Ja, opmerkelijk. Was gewoon fit, hè. Kwam gewoon fit aan, in tegenstelling tot alle andere jongens. Ja, IJ werd wel zomaar voor de leven gegooid. Ja, nogmaals, ik blijf bij het standpunt dat het echt heel ongelukkig is om hem op het kunstgras, waar hij nog nooit op geacteerd heeft, om hem daar te laten debuteren in een niet draaiend team wanneer ze al 2 tegentreffers hadden. Ja, nu staat de verdediging ook niet. Laten we eerlijk zijn, elke wedstrijd veel tegendoelpunten. 13 al in deze prille competitie, in de competitie. Kortom, ja, je zou denken, hij moet wel heel erg slecht zijn omdat hij nog niet in staat. Dat zegt Jaap Stam. Tegen Fox zei hij dat voor de wedstrijd. Ik moet het gevoel hebben dat hij er klaar voor is. Nou, dat heeft hij dus niet, dat gevoel. Je ziet tijdens de training dat hij nog moet wennen aan bepaalde automatismes. We moeten wel reëel zijn in het brengen van Senesi. Kortom, is hij wel goed genoeg? Nou ja, in Argentinië hebben ze hoge verwachtingen van. Hij zit in onder 21. Ja. He, ze vinden, de mensen in Argentinië vinden hem eigenlijk nog beter dan Martinez. Ja. Nou, die stond er ook toch gelijk. En dat denk ik met alle respecten. Ja. Feyenoord is geen Manchester City of Barcelona, waar je moet wennen aan de manier van spelen. He, want dat is belangen na niet. Klopt, maar hoe deed jij dat bijvoorbeeld met Botteguin? Die heb jij laten debuteren, hè? Bij Zwolle. Ja, bij Zwolle, ja. Die kwam uit Brazilië. Heb je hem toen meteen opgesteld of heb je even met hem gewacht? Hij was op dinsdag bijvoorbeeld gekomen in trainingskamp in de winter. Mm-hmm. En op woensdag speelde hij tegen FC Erzke Bierge Ouwe, was dat. In Duitsland. Ja, als je het goed zeg maar. Dat durf je maar te laten zien. Dat is nog steeds uitstekend. Maar dat was een Zweite Bundesliga club. En dan speelde hij tegen een spits van 8 miljoen. Fantastisch speelde hij. Hij maakte 1 foutje werd een goal. Hij was iets te gretig, was hij. Maar hij paste zich moeiteloos aan. En er was een jongen die kwam uit de jeugd bij Corinthians. Dus dat is niet een speler die uit het hoogste niveau bij Argentinië vandaan komt. Nee, het doet ook wel iets met de status van die jongen. Hij kwam bij Feyenoord. Nou, een hele grote, jij bent er ook geweest, een hele grote perspresentatie. Er komt een hele grote jongen. Ook al die medespelers denken, nou, er komt iemand die ons gaat versterken. En nu, ja, met alle respect voor, lijkt het een beetje dat lulletje in de selectie die niet eens mag invallen als er blessures zijn. Maar hij moet misschien nog even weg. Nee, maar dat vind ik toch? Kwaliteit staat er meestal vrij snel. Ja. Dus dat verhaal rond het wennen, dat geloof ik niet zo. Maar je ziet bij Sinisterre ook. Die heeft een jaar geen enkele basisplaats gehad. Geen record aankoop van de club. Ik word een beetje bang voor dat het een vergelijkbaar verhaal wordt als die Magajan bij Ajax. Die ook uit Argentinië werd gehaald voor een miljoen of 5-6. Die speelde een paar keer en die is nu al ergens weg in Spanje. Ja. Waar die verhuurd is. Kijk, ik hoop dat die slaagt. Want dat zou wel heel sneu voor Feyenoord zijn als ze eindelijk wat investeren. Eindelijk een keertje buiten de gebaande paden gaan zoeken. En dat ze dan een miskoop presenteren. Ja, kan zich dat niet permitteren. Het is wel heel ongelukkig, ben ik met Sinclair eens, dat je hem brengt ook tegen Emmen. Dat is wel slecht heel ziek voor zo'n jongen. Ja. Want voor zijn vertrouwen in de groep, en je stelt hem nu op, als hij aan zich gaat twijfelen en hij speelt daar een keer mee en het wordt weer, dan kan je hem afschrijven. Ja. Maar je gaat hem nu niet tegen Porto opstellen. Dat gaat hij niet doen, denk ik. Dat denk ik ook niet. Nou ja, dat denk ik ook niet. Als hij nu zegt dat hij nog maar dat zou wel de wedstrijd zijn waarin hij kan laten zien dat hij niveau heeft. Ja. Want als hij erdoor komt, dan is hij gelijk ook het mannetje. Is het gelijk, maar soms moet je wel eens een risico nemen. Ja. We gaan door naar het middenveld. Dan zien we dat Kukcu een basisplaats had gisteren. Werd wel vervangen door ziekte. Door Renato Tapia. En dat is Tapia is natuurlijk een van de weinige spelers met een aflopend contract, Sinclair. Ja, eigenlijk zou die helemaal geen plannen deel uitmaken van de plannen dit jaar. Hè? Nou, we weten allemaal de beroemde woorden van Jacques Troost op de open dag. Hij moest weg, moest meewerken. Nou, uiteindelijk heeft hij een basisplaats weten te machtigen. Speelde dan gisteren niet. Kwam er in de rust in. Vlak voor rust in. Ik moet zeggen, hij speelde de tweede helft wel behoorlijk. Afgelopen 2 wedstrijden niet. Maar goed, nu is het natuurlijk wel de vraag. Wat gaat Feyenoord met hem doen? Hè? Want in de winterstop zal wel weer de vraag zich aandienen. Wat transfervrije speler aan het eind van het seizoen. Willen ze hem gratis de deur uitlaten? Of gaan ze hem verlengen? Dus dat is wel een vraag die eigenlijk bij Feyenoord gedeponeerd moet worden. Ja, willen ze hem weliswaar verlengen? En als ze gaan verlengen, wat wil hij? Nou, hij heeft zich daarover uitgelaten. Tegenover onze camera liet hij weten dat hij wel open staat voor een langer verblijf bij Feyenoord. I've said. I would love to stay here, but it not only depends on me. And I'm just waiting and I'm only focused on what can I do on football. And if it comes, I'm really happy. And if it doesn't,
then I did everything to show my intention to be here. Ja, mooie intentie die hij daar uitspreekt. Wat vind jij? Zou Feyenoord er verstandig aan doen? Had je verwacht dat hij wat anders zou zeggen? Nee, hij kan ook niks anders zeggen. Dat is gewoon, kijk, stel voor je gaat zijn contract verlengen, want je wil een transfersom. Ja. Want hij loopt uit zijn contract. Ja. Dan ga je naar verlengen en vervolgens speelt hij weer matig, zit je weer drie jaar aan hem vast. Dan moet je maar je verlies pakken gewoon. Dat gebeurt er wel eens meer bij spelers. Kijk, hij is natuurlijk wel, Jan, hij is international van Peru. Hij heeft Copa America gespeeld. Dus kijk, ik denk dat je nog wel wat voor hem kan krijgen. Dan hoef je misschien niet 3 jaar te verlengen. Van de zomer is ook niemand geweest voor hem. Nee, nou ja, wel een club. Maar hij wilde zelf niet. Maar kijk, als je hem 1 of 2 jaar contractverlenging geeft en er komt wel iets. Ja, de wereld ziet hem wel, denk ik, in Peru. Voegt hij genoeg kwaliteit toe aan dit Feyenoord? Nou ja, hij zit er nu wel al een tijd onder Van Bronckhorst natuurlijk nooit een basisplaats gekregen. En nu begint Stam toch ook wel aan te twijfelen, merkt hij wel, omdat hij dus gisteren niet speelde. Aan de andere kant, ja, ik blijf toch wel gecharmeerd van hem, al blijft hij wel dezelfde fouten maken. Er moeten hem dingen worden afgeleerd. Maar ja, ik blijf erbij, een jongen die in Zuid-Amerika met Peru Copa America finale speelt. Ik heb bepaalde wedstrijden gezien dat hij echt een hoger niveau haalt. Hij is best wel compleet, maar hij blijft wel elke week gekke fouten maken. En als dat er eens uit zou gaan, dan denk ik dat het wel een bruikbare speler is voor het middenveld van Feyenoord. Ja, maar dat vraag je soms bij spelers af of dat soort fouten er wel uitgaan. Hè? Die wisselvalligheid. 20, hè? Jan, wat denk jij? Wat zie je? Nou, ik denk dat het er nooit uitgaat. Dat doet hij al jaren. Maar hij heeft voor een middenvelder, vind ik, gewoon veel te weinig dynamiek. Het is in één tempo. Je ziet hem ook nooit echt heel gretig een bal. Dan gaat hij terug, gaat hij halen tussen zijn verdedigers. Vind je hem een verdediger dan? Want heeft hij ook wel eens gespeeld, centraal. Hij heeft in Peru volgens mij ook vaak in het centrum gespeeld. Klopt, Twente ook. Misschien is dat heeft hij ook bij Feyenoord ook wel eens gespeeld. Misschien dat de beste op, maar op middenveld. Het is allemaal zo traag, de handelingssnelheid, de oplossingen. Het is vaak breed, het is vaak terug. En het is, ik vind het, ik kan niet gecharmeerd van hem. Nou, kijken we toch even naar de voorste linie. De aanval, Jurgensen natuurlijk geblesseerd, daar hebben we het al vaker over gehad. Sam Larsson, ze waren een waanzinnig goede wedstrijd. 2 goals gemaakt, eigenlijk 3, zei jij al. Nou, die werd wel echt van richting veranderd. Is dit dan een tijdelijke opleving of is dit dan de definitieve ommekeer? Hij heeft nog totaal niet aangegeven stabiel te kunnen presteren. Er zitten af en toe wedstrijden tussen waarbij hij wel echt indruk maakt. Want, hij kan natuurlijk fantastisch voetballen, dat hebben we bij Heerenveen ook wel gezien. Het is een hele goede technische speler. Alleen niet elke week. En Feyenoord moet hopen dat hij dat een keer wel laat zien. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ik heb zelf het gevoel dat hij nu weer 2 weken helemaal geen bal gaat raken. Maar je ziet de potentie die hij heeft. Ja. En daarom zou je zou hem zo graag gunnen dat het eruit komt. Maar hij heeft nog geen enkele aanleiding gegeven om dat te denken. We hebben een interview gehad met Foppe de Haan. Die zei, je moet gewoon achter de broek aan zitten. En weet je, dat is een typische speler. Die moet je elke keer weer wakker schudden. Hoe zou jij met zo'n jongen omgaan, Jan? Ja, ik vind het een beetje onzin van Foppe, moet ik eerlijk zeggen. Mag je zeggen, hoor. Dat als je een goede prof bent, dan hoeft niemand je wakker te schudden of op te peppen. Dan sta je er gewoon iets. Mentaliteit. Keer. Ja, dat heeft met mentaliteit te maken. En gisteren, er werd ook niks, geen strobreedte in de weg gelegd. En het is wat Armando eigenlijk ook zegt, is dat je zit nou, ik noem 2 wedstrijden, maar ga er maar van 6, 7 wedstrijden uit. Ja. Ik heb nog nooit iets anders gezien. Hij speelt goed en dan is het weer een hele serie dramatisch. Hij weer 1 leuk moment in de wedstrijd en dan weer niet. Ik vind hem, hij loopt erbij alsof hij geweldig kan spelen. Vind ik niet erg hoor. Weet je wel, als je een beetje dat doet, Neymar ook. Alleen die laat wel iets zien. Ik heb helemaal het idee, na 10 minuten weet je precies wat je aan hem hebt. Bij Emmen mist hij na 6, 7 minuten een hele rare kans. Je kan hem gelijk opvegen. En als een actie eenmaal lukt, krijgt hij vertrouwen, speelt hij een goede wedstrijd. Terwijl hij wel weer een mega kans mist, hè? Hij miste wel een hele grote kans. Maar daarvoor had hij al een paar goede acties, had hij al een doelpunt gemaakt. Ja. Dus dat was echt in de tweede helft. Dus dat vind ik anders als je een paar goede acties maakt en je mist de kans. Ik herinner me ook die bekerwedstrijd van een paar jaar terug tegen de amateurs. Volgens mij van Zwift, toen was hij fantastisch. Ja. Tegen de amateurs, oké, dat zeg ik erbij. Klopt, maar hij was echt goed daar. En toen zei ook iedereen van, dit is de doorbraak van Larsson. Nu komt het eraan, nu staat hij er. Ja. En daarna hebben we hem weken weer niet gezien. Dus Ik wil de volgende 5 wedstrijden wel eens zien hoe hij dan presteert. Ja. En als hij dan weer het rendement heeft van gisteren, en dan zeg je, hey, hij wordt wakker, weet je wel. Hij komt uit die Scandinavische winterslaap, weet je wel. Maar dat is gewoon, ik geloof daar niet in. Ik heb al te veel wisselvalligheid bij de jongen gezien. Dus je zou hem er toch buiten laten? Als Jurgensen fit is? Nou ja, kijk. Ja, als Jurgensen fit is, dan staat er een ander in de spits natuurlijk. Mm-hmm. Ja, maar dan ga je misschien investeren. Maar ik vond Sinisterra nog ineens zo slecht doen gisteren. Nee, die was prima. Want daar legde die bal goed af. Hij had een paar goede momenten. Hij geeft een geweldige steekpaas aan Larsson, weet je. Die vond ik gisteren heel goed spelen. Ja. Dus die zou ik dan zeker niet passeren. Maar als Jurgensen terugkomt, zal dat wel tussen die twee gaan voor de vleugel. Als Jurgensen terugkomt. Ik wil heel even vooruitblikken op de wedstrijd van donderdag tegen FC Porto. Ik ben heel benieuwd, hoe vinden jullie dat Feyenoord moet aantreden?
in die wedstrijd. Wat weten we van Porto? Hoe moet je daar tegen spelen? 8 wedstrijden op rij hebben ze gewonnen. Ja, die komen in bloedvorm naar de Kuip. Die doen het echt fantastisch. Na een heel moeizaam begin van het seizoen, want ze werden uitgeschakeld voor de Champions League. Heel verrassend tegen Krasnodar van Vilena. Vorig seizoen Porto gewoon kwartfinale Champions League. Hè. Om maar even aan te geven, er komt niet zomaar een ploeg. Het is een subtopper. Ja, nou, misschien wel meer dan dat, ja. Porto. Dat is echt een grote club. Nou kan Feyenoord in de Kuip misschien wel iets op die Europese avond. Want je kan zomaar krijgen dat zo'n club in een uitwedstrijd denkt, nou ja, punt is ook goed. Maar ik zou als Feyenoord zijnde echt niet heel aanvallend gaan spelen. Heel compact en voorzichtig tegen zo'n tegenstander. Ja, gesloten naar voren dus. Ja, ja, dat is duidelijk. Nou, dan gaan we naar iets anders. Een pamflet kreeg ik zojuist. Red de Kuip. Woensdag is er namelijk een bijeenkomst van Sportclub Feyenoord. Het gaat over de aandelen. Wat gaat er precies gebeuren, Sinclair? Nou, dat heeft te maken met de aandelen van Sportclub Feyenoord. Ja, zeg maar, die worden verkocht. Er zijn eigenlijk twee partijen. Hè. Je hebt de partij van Vrienden van de Kuip. Die zijn eigenlijk voor het behoud van de Kuip. En je hebt dan de BV Kommerzandweg van Kees Ulté en Peter Bak. En die zijn eigenlijk natuurlijk meer voor Feyenoord City. Nou, woensdag is daar er is al een keer een vergadering geweest. Toen waren er was de opkomst weinig. Was kwotum werd niet gehaald. Maar nu wordt er zo goed als zeker wel een beslissing genomen. En uiteraard zijn we met Rijnmond bij woensdag. Dus zullen we via alle kanalen iedereen op de hoogte houden. Want het is wel heel, heel belangrijk natuurlijk voor de voortgang van het nieuwe stadion of de behoud van de Kuip. Iedereen heeft het ook over de rommeligheid binnen de club. Hè? Er is niet echt een technisch directeur, niet echt een algemeen directeur. Wat is er nou precies allemaal aan de hand, Armand? Nou, er is geen beleid. Er is geen bestuur, er is geen idee, er is geen visie. En ik vond de aankondiging van vorige week natuurlijk uitermate zwak dat je al 2 maanden op zoek bent naar een algemeen directeur. En je het feit dat er vindt niemand wil, is dat niet de allergrootste nederlaag van Feyenoord, Jan? Ja, maar wie stapt er op dit moment in Feyenoord, hè? Even... Ja, ze hadden het over Eenhoorn. Ja. Maar je kan alleen maar verliezen. Je kan alleen maar verliezen. De druk is zo groot. Ja. En bovendien, en dat speelt ook nog mee, als je er nu instapt, als algemeen directeur zeker, dan moet je een beslissing gaan nemen die zo cruciaal is voor de toekomst van die club, zo fundamenteel is voor de toekomst van die club. Ja, wie wil zijn vingers daaraan branden? Dat is nogal een beslissing om te nemen als directeur, als je net bent aangesteld. Want in november, je hebt het over stadion, in november zou er een definitief besluit genomen moeten worden of het stadion nu doorgaat of niet. Dat zei Jan de Jong toen, hè? Ja. In november een definitieve go or no go. Maar ja, je kan nu natuurlijk eigenlijk met alle fatsoen natuurlijk geen beslissing nemen als Feyenoord zijnde als je tussen aanhalingstekens stuurloos bent. En Mark Hoevermans kan natuurlijk niet deze beslissing denk ik gaan nemen. Dus dat wordt denk ik ook weer verlaat. Daar gaat ook weer later een beslissing over genomen worden. En dan heb je ook weer kans dat als er eventueel een nieuw stadion komt en het gaat weer veel meer vertraging oplopen, dat bouwkosten et cetera weer duurder worden. Dus het wordt een... Het wordt echt een hoofdpijndossier, dat is het al, maar het wordt alleen nog maar erger. Ja, je kunt het allemaal volgen uiteraard via Rijnmond Twitter. Dan gaan we het hebben over Sparta. Sparta speelde uit bij Fortuna met 0-0 gelijk. Volgens de trainer geen wedstrijd om over naar huis te schrijven. Nou, dit was onze minste wedstrijd, hè? Zelfs als ik de voorbereiding meeneem. En natuurlijk, ik moet ook positief blijven, want dit is de eerste behoorlijk slechte. Ja, dat kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. Maar ik vind wel dat we die naar elkaar toe mogen benoemen als onze minste wedstrijd en ook die punten kritisch mogen bekijken. Dus wat dat betreft is het deels trots op waar we staan. We zijn nog maar net onderweg. Maar ik vind als wij ambities hebben om in de Eredivisie te blijven, dan is dit wel een gemiste kans. Over gemiste kans gesproken. Ze hadden echt een mega kans, hè, op de overwinning. Wat gebeurde daar, Jan? Nou ja, ik dacht dat Davy Soklo die bal meenam. Ja. Die wordt op de 16 wordt die onderbroken, die aanval. En toen kwam hij bij Karami. Maar ja, die beseft op dat moment niet dat het een hele simpele verdediger was. Dus die wou zelf scoren. En er stond Veldwijk naast hem helemaal Veldwijk, vrij. Die heeft hij helemaal niet gezien. Ik kan me voorstellen dat Henk Vreese helemaal gek werd op dat moment. Maar waarom zo egoïstisch allemaal? Ja, maar af en toe, dan hebben sommige topsporters die hebben dat. Die zien de goal en die denken, die is voor mij. Ja, dat komt af en toe voor. Maar ik snap dat Vreese. Wat is het dan? Het is een gebrek aan overzicht. Denk jij dat hij hem niet gezien heeft? Nee, denk het niet. Ja, maar die hebben zo nog wat eigenlijk al. Ik heb hem wel gezien, maar ik moet de beelden nog eens kijken of hij keek. Want vaak kijken mensen helemaal niet. Maar Davy Soklo had eigenlijk misschien al Veldwijk moeten aanspelen. Maar ja, Karami valt in. Is wat ongelukkig. Heeft geen vaste basisplaats. En al die jongens die natuurlijk op dit moment er buiten vallen, willen zich bewijzen. Ik had het idee dat de reden is. Dat hij dan toch wat egoïstisch die kans zelf probeert af te maken. Haroui, die viel trouwens geblesseerd uit. Hoe is het met hem? Schouderblessure. Zijn schouder was uit de kom. Is in het stadion daar na afloop
teruggezet. Mm. Lijkt me heel erg pijnlijk. Mm. Ja, en dan is het maar te hopen dat hij snel herstelt voor de wedstrijd tegen Twente. We hebben bijvoorbeeld bij Jeremiah St. Juster gezien dat dat best wel een zwakke plek kan blijven. Dat als je daar op blijft vallen. Ik maar, zag hem zo lopen. Ik dacht eerst dat zijn arm... Ja, ik dacht eerst dat sleutelbeen gebroken was. Maar bleek zijn... maar ja, dat zou echt zonde zijn, want... Ik weet niet wat jij ervan vindt, Jan, maar ik vind dit echt een geweldig speler. Ja, dat is een goede speler. Echt een geweldig speler. Heel goed, ja. En nou mis je dus twee sleutelspelers, want Aouazar kreeg een tweede domme gele kaart. Hè. Ook daar was Vlees niet echt te spreken over. Dan mis je twee sleutelspelers. Hoe kan Sparta dat opvangen, Arman? Nou, als ik naar Sparta kijk, ook in deze wedstrijd tegen Fortuna, die niet goed was, zegt Vlees zelf ook, het slechtste van het seizoen. Mm-hmm. Maar zelfs tegen Fortuna kunnen ze winnen, terwijl ze slecht spelen. Dus ik krijg steeds meer het idee, we zitten pas na 8 speelrondes, maar ik krijg steeds meer het idee dat Sparta niet in de problemen gaat komen dit jaar. Met Fortuna en RKC heb je twee zulke zwakke ploegen. Die gaan waarschijnlijk niet zo heel veel punten halen. Ik vind Sparta gewoon beter dan 6-7 ploegen in de Eredivisie. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Wat denk jij ervan, Jan? Nou, ik heb de dag na de wedstrijd tegen Feyenoord gezegd, weet je, hier ook, komen in één keer in een probleem met Sparta. Daar zijn een goede organisatie, Henk zet het goed neer. En dat ze hebben gewoon goede spelers ook lopen. Ja. En ik heb zoveel ploegen gezien, onder andere Twente gisteren, die komen nooit boven Sparta. Sparta gaat ver boven Twente eindigen. Excelsior boekte ook een ruime overwinning. Of boekte wel een ruime overwinning, moet ik zeggen. 5-2 werd het. Maar opmerkelijk vond ik FC Dordrecht. Want Excelsior won dan weliswaar met 5-2, maar dat was tegen de hekkensluiter, jong PSV. FC Dordrecht gaf een 2-0 voorsprong uit handen. Sinclair, hoe is dat mogelijk? Nou ja, het is Dordrecht. En bij Almere City, een ploeg die in het linkerrijtje waarschijnlijk wel gaat eindigen. Best wel een leuke selectie. Ja, Dordrecht begon goed. Ik denk dat Almere wat verrast was. Maar ja, op een gegeven moment in de tweede helft, ik heb die wedstrijd dan via Flits ook allemaal gezien, was het eigenlijk het wachten op de 2-2 naar de 3-2. Het jammerlijk is wel dat Dordt in de laatste minuut met Smit nog echt een dot van de kans kreeg om 3-3 te maken. En dan zou het toch een mooi bonuspunt zijn. En, ik zei het al, hè, bij Dordt moet je met veel jonge jongens moet je een beetje rekening houden met dat wisselend is. Vorige week goed van NEC gewonnen, nu verliezen ze. Ik denk dat wel een beetje het Dordt van dit jaar zou zijn. En Anas Atjebar, hebben we daar nog iets van gezien in die wedstrijd? Anders had je Bar, nee, die was wat minder aanwezig dan vorige week tegen NEC. Toen was hij echt heel goed. Nu was hij, net als heel Dordrecht, in dat eerste kwartier, 20 minuten waren ze goed. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, was Almere gewoon beter, zo eerlijk moet je zijn. Ja, oké. Okay, nou ja, dan hebben we alle clubs weer behandeld. Dat was dan het voetbalgedeelte. Dan gaan we door naar de sportreportages van dit weekend. En dan gaan we zo kijken naar een korte reportage. Jan, we gaan even door met het andere sport. Hè? Let je nog even op. Dat is wel belangrijk. Ja, je zit er dwars doorheen te tetteren. Man. Nee, dat maakt niet uit. Maar we gaan zo kijken naar een korte reportage van de bokscoachlegende Ismael Salas. Die was namelijk in Rotterdam om een clinic te geven. Maar eerst gaan we naar de Feyenoord basketballers. Die hebben de eerste wedstrijd van het seizoen verloren met 79-82 van ZZ Leiden. Maar dat is voor de trainer geen argument om de ambities te verlagen. Feyenoord basketbal opende zaterdag in de eigen topsporthal de competitie tegen ZZ Leiden. Met een nieuw tenue, een echt Feyenoord shirt, een nieuwe coach, oud-bondscoach Toon van Helfteren, en nieuwe spelers, waaronder drie Amerikanen, was het in de beginfase van de wedstrijd even aftasten en zoeken naar zekerheden. We zijn begonnen met een nieuw seizoen. Balbezit voor zorg en zekerheid Leiden. Onze spelverdeler Quinten Snyder, die is pas een week hier in Nederland en die heeft nog geen enkele oefenwedstrijd meegespeeld. Dus dat is het wennen moest in de eerste competitiewedstrijd gebeuren. En dat is verre van ideaal. Maar ik moet de jongens complimenten geven dat ze het goed opgepakt hebben. Want bij rust was het 4 puntjes verschil, een beetje dezelfde stand als nu. Maar tot twee keer toe was Leiden weggelopen naar een punt of 12-14. En tot twee keer toe hebben we het gat weer dicht kunnen maken. Maar nogmaals, gezien de voorbereiding, het laat binnenkomen van Quinten Snyder, het is om te beginnen niet verkeerd. De tevreden Van Helfteren zag dus dat zijn ploeg met een groeiend zelfvertrouwen ging spelen. Zoals hier te zien is met de fraaie dunk van Willem Brandwijk. De laatste wedstrijd van vorig seizoen, de halve finales van de play-offs, was ZZ Leiden ook al een tegenstander. En Leiden overklaste de Rotterdammers toen met 35 punten. Van zo'n groot verschil was er zaterdagavond sowieso geen sprake. Afgelopen jaar is Feyenoord basketbal is achtste geworden, negende. En wat we nu willen worden is in elk geval vijfde. Dat betekent achter de top vier, van die al jarenlang de top vier is. Maar proberen dat gat zo klein mogelijk te houden. Door middel van dit soort ploegen waar Leiden bij hoort, in elk geval één keer te winnen. En nogmaals, zo dicht vijfde worden, zo dicht mogelijk achter de top vier eindigen. En dan misschien dat we dan in de play-offs kunnen
kunnen verrassen met één of twee partijtjes winnen. En dan denk ik dat het seizoen voor het eerste jaar, mijn eerste jaar hier, dat het geslaagd is. En dan gaan we werken aan het tweede seizoen om het dan nog beter te doen. We hebben hier een legende, helemaal uit Las Vegas. Een man met veel ervaring in het boksen. Zo, hij deed het. Pang en ding. Pang en dan die guy. Pang, ping, pang. Ja, finish the fight. Die 23 wereldkampioen heeft opgeleid. Hij creëert mijn positie. Through my front hand. Je leert er heel veel van. I'm telling you what. Me as a fighter in Cuba. I was a disaster. I am a professional trainer. But the most important to be a professional trainer is not because we're making money from it. It's because we got a passion for what we're doing. Yeah, move forward. And he's chasing the guy. Hey? Now with the uppercutting hook. Cruijff zei wel eens, je moet het zien om het te begrijpen. He? Hij zegt, kleine details in boksen. En dan kunnen heel veel mensen zeggen, ja. Maar dat is heel makkelijk of dat is wel zo klein. Maar hij tipt wel de juiste dingen aan. Waarbij op het moment dat hij het zegt, de bokser direct op reageert. His hip is disaster. So for the next training with him, I need to work one thing. I will show you now. Dat is gewoon het oog van de meester bijna. Het op het juiste moment de juiste dingen eruit halen. Sit, sit and then weave. So I keep training, okay, until I break down his hip and his knee. Had het over dat mijn heupen niet correct stond. En door een paar aanpassingen heb ik dat kunnen uitvogelen en te verbeteren. Eigenlijk zegt hij, dit is niet goed aan je boksen, dat is niet goed aan je boksen. Maar weet je, ik leer ook van mijn boksers, ik leer van... Van white collar boxers tot aan mijn topboxers. En ik sta me daarvoor open en ik ben daar zeker niet groot genoeg voor. Only if he can like to learn how to. There's so many people calling me the gypsy trainer. Gypsy trainer. Because always I've been in Africa, I've been in Australia, in New Zealand. In Japan, in North Korea, in South Korea, in Thailand, in China, in Europe, here in Holland, in France, in Spain, in Russia. So I've been getting so many information. Ja, ik vind hem echt een topper. Ik ben super blij dat hij hier is. Oké, thank you. Mooi, de gypsy trainer Ismael Salas, die overal ter wereld geweest is om kennis op te doen. Heren, het moet gebeuren, hè, aankomende donderdag. Het moet gebeuren voor Feyenoord in de Europa League. En hoe, Jan, wat denk jij ervan? Nou ja, we zijn het allemaal over eens dat Porto in principe maatje de grootste van Feyenoord. Het is Europese echt subtop, hele goede ploeg. En dan moet je slim spelen. En je moet zo compact spelen, wat ze nu al geoefend hebben, maar wel zoveel mogelijk op je eigen helft. Ja. Want... als je op hun helft speelt en je leidt balverlies, staan ze binnen 2 seconden voor je keeper. Wat heeft Porto voor ploeg? Counterploeg, eerste klas. Okay. Maar kunnen allemaal goed voetballen. Hè? Zijn allemaal goede spelers. Maar ze staan bekend eigenlijk als een counterploeg die zo snel eruit komt en zo snel voetbalt. Dus dat wordt heel. Je moet niet zoveel balverlies leiden zoals je gisteren hebt geleden. Hè? Want we zijn weer in de Hosanna-stemming. Maar je hebt echt veel balverlies geleden gisteren op cruciale posities. Ja. Alleen Twente heeft de kwaliteit van Porto niet. Dus het wordt een moeilijke wedstrijd. Als je die wedstrijd gaat winnen, ja, dan kan je zeggen, nou, we zitten weer de goede kant op. We gaan het zien, aankomende donderdag dus. En jij bent erbij, Sinclair, samen met Dennis van Eersel. Uiteraard te volgen hier op Radio Rijnmond. En ik ben benieuwd wat het gaat worden. Wat je trouwens ook kan volgen is de Voetbal Rijnmond Cup. Die gaat van start. Dat is het grootste amateurvoetbaltoernooi van Nederland. Wij zijn er natuurlijk bij. En je kunt de loting van de eerste ronde volgen via onze website rijnmond.nl. En vrijdag dan is er weer een nieuwe FC Rijnmond. Spiksplinternieuwe aflevering met Ali Boussabon die aanschuift bij presentator Bart Nolles. Dankjewel voor het kijken. Jullie bedankt voor je komst hier in de studio. En ik spreek je snel weer. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Hoek van Holland.